Goedemiddag. Het is vandaag woensdag. Even de tel kwijt. Ik ga naar de winkel gaan. Want ik ben Jaja, de eerste die mag koken voor Agro Ghost Cooking. Dus ik zie jullie zo meteen in de winkel. Ik ben op weg. Ik sta nog stil. Naar de winkel. Dat is zo leuk. Ik heb dat nog nooit gedaan. Allee, jawel. Maar ik ben nog nooit aan het vloggen geslaan. 2 hours later. We zijn thuis. Dus ik heb niet gevlogd in de winkel. Blijkbaar ben ik vergeetachtig op dat vlak. We starten met het pizzadeeg. Ik ga het pizzadeeg in vorm brengen. Ik ga het doen op aluminiumpapier, want dat mag in de oven. Dus see you in a bit. Oké, ik heb een vorm. Nu is het aan jullie. Gaat het mij lukken om, de pizza goed te maken of niet? Kans is groot van niet, maar we doen ons best. Ik voel me echt zo'n masterchef, joh. Nee. Oké, de oven is aan het opwarmen. Nu, het volgende is de saus. Dit is zo satisfying. Die ga ik erop doen. Niet allemaal, want dat is te veel. Obviously, te veel. Ik heb echt stress, man. Wish me luck. Alright, de saus ligt erop. Het ziet er al kei lekker uit, maar... Never mind. Oké, nu heb ik groentjes. Ik betaal niet zoveel, want ik heb even geen geld. Maar hey, ik heb mozzarella. Dat is geen groente, Sophie. Wat fuck? Ik heb champignons, want... Kijk, ik ben hier voor ananas op mijn pizza. Als mensen zeggen... Well, what you saying now? I don't agree. Well... Leave it in the comments. Maar ik haat ananas op mijn pizza. En ook af mijn pizza. De champignonnen. En trommelgroffel. Iets dat voor mij heel veel smaak brengt, vind ik. Paprika. Wauw. Oh, die is zo mooi rood. Hi. Wat? Poes? Mijn katten zijn aan het vechten. Oké, ik ga het spoelen, snijden en dan ga ik het op de pizza doen. Paprika's, check. Nu de mozzarella. Dat moet niet met mozzarella zijn, I guess, maar... Dat kan ook met parmezaanse kaas, denk ik. Eigenlijk met alles. Maakt niet zoveel uit. Ik ben wel fan van mozzarella, dus ik ga dat gewoon pakken. Mijn katten zijn echt aan het zagen. Why? I don't know. Mozzarella check. Het ziet echt wel deftig uit. Nu champignonnetjes. Ik ga ze spoelen en dan snijden. Spannend. Ik ben zo van het principe, je kunt nooit genoeg champignonnen op je pizza hebben. Ja, ze. Alright, ik zei daarnet, het ziet er echt wel goed uit. Ik weet het niet. Waarom zei ik dat zelf? De oven is opgewarmd. Ik ga hem erin steken voor hoe lang, I don't know. Ik ga dat doen op het gevoel af. Als ik denk, ça va, goudbruin kleur. De nee moet eruit. Hebben we nog groente misschien in de koelkast? Misschien is er nog iets met sla wordt. Nee. Tomaat. Mijn pizza ligt echt overvol. Kijk. Oh my god. Oh, ik heb echt stress. Oké, we gaan het gewoon doen.
Fingers crossed. Oh, dit wordt echt een ram. Are you ready? Because I am. Oké. Kom aan, pizza, doe het voor mij. Oh fuck, zo heet. Oeh, amai. Few moments later. Hallo. Voilà, dat was mijn kooknamiddag. Hopelijk vond je het een beetje leuk. En de pizza was lekker. Echt wel, dus... See you next time. Ah, volgende week is er iemand anders aan de beurt, dus... Stay alert.